En dat is vandaag Pieter Derks. Ja, de nationale voorleesdagen zijn begonnen. Een week waarin talloze BN'ers voor de klas gaan zitten om een boekje voor te lezen. Het wordt georganiseerd door een stichting met misschien wel de prachtigste naam van allemaal. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek Propaganda. Het staat er gewoon. Collectieve propaganda nog wel. Wonderlijk eigenlijk dat Thierry Baudet zich hier nog niet tegen gekeerd heeft. Een gesubsidieerde organisatie die onze kinderen genderneutrale types als Nijntje en milieugekkies zoals Pluk van de Pettenflat schaamteloos door de strot probeert te duwen. Daar zou hij normaal gesproken toch op aan moeten slaan. Maar misschien is het juist wel dat woordje propaganda waar het hem in zit, dat ze er zo transparant over zijn wat hun bedoeling is, dat Thierry daar geen kwaad in ziet. Goeie tip dus voor andere organisaties die kritiek van hem krijgen. Noem jezelf in plaats van het KNMI, het Nationaal Instituut voor Indoctrinatie over het Klimaat, en hij laat je voortaan lekker met rust. Maar goed, de voorleesdagen dus. Ook ik zit komende week voor een clubje kleuters die te horen hebben gekregen dat een echte BN'er zal komen voorlezen en zich verheugen op Freek Vonk of Kai Gorgels of misschien wel Nicky Tutorials, gespannen naar de deur zullen staren, mij zien binnenlopen, naar de deur blijven staren omdat ze denken dat ik gewoon personeel van de boekwinkel ben, en zich pas als de juf me in de stoel zet en hun aandacht vraagt realiseren dat ze met mij zijn opgescheept. Peter Derksen, zoals de juf mij introduceert. Het voordeel is dat ze wel meteen stil zijn. Het nadeel is dat ik in die stilte eerst moet uitleggen wie ik ben en dat ik wel vaker voorlees omdat ik ook columns maak voor de radio, dat ik dan moet uitleggen wat radio is en dat ik dan maar moet hopen dat ze nog interesse hebben in het verhaal dat ik ga voorlezen. En dan komen we bij de hamvraag. Wat kun je kinderen eigenlijk nog voorlezen anno 2020? Natuurlijk, er zijn nog de klassiekers. Ik lees thuis ook nog af en toe Jip en Janneke, al zijn de onderbrekingen om uit te leggen wat een kruidenier, een autopet of een gulden is soms wel een tikkie hinderlijk. En er komen nog elke week heel veel nieuwe kinderboeken uit. De een nog prachtiger geïllustreerd en nog fantasierijker dan de andere. Dat moet ook wel, want laten we eerlijk zijn, het is ook moeilijker geworden om dingen te verzinnen. Als je voorheen een rare, enge president van een ver land nodig had, verzon je een grote, brede man met een sinistere grijns en geknepen oogjes onder een scheefgezakte pluk rossig haar die op elk moment uit het niks in razernij kon ontbranden. Nu zul je toch met iets beters moeten komen, want ze kennen Donald Trump al van YouTube. En dan moet je daar nog overheen. Misschien maar goed dat Annie M. G. Schmid dit allemaal niet meer hoeft mee te maken. Maar ik merk dat ik steeds vaker de neiging heb om de fantasie sowieso een beetje te vermijden. Het zal misschien het sombere januari weer zijn, maar ik vraag me soms af, is het probleem van deze tijd niet juist dat we de werkelijkheid al veel te vaak ontvluchten, dat we lam geslagen in een Netflix-serie hangen terwijl de wereld in brand staat? Moeten we onze kinderen niet juist een beetje wakker schudden? Leuk hoor, Nijntje aan zee. Maar binnen nu en 50 jaar staat Nijntje met een schepje 3 meter onder de zeespiegel. Het is hier wel erg nat, dacht Nijn. Ik kan geen adem halen. Zou dit hier dan mijn einde zijn? Zal mama Pluis wel balen. Het is misschien niet de gezelligste kinderliteratuur, dat geef ik onmiddellijk toe, maar laat ik nou net deze week in de stemming zijn om nergens doekjes om te winden, om die kleuterklas gewoon te vertellen over een lief klein varkentje dat heerlijk ligt te dromen van modderige plassen en bergen vol aardappelschillen en dan wakker wordt in een vrachtwagentje dat naar een slachthuisje rijdt, waar ze in een gangetje komen en een roesje krijgen en aan een haakje gaan en in een bakje met gloeiend heet water worden gedompeld en dat een inspecteurtje dan netjes opschrijft dat het roesje van het varkentje een beetje sterker moet omdat het lijfje van het varkentje in het gloeiend hete waterbakje nog wat sparteltjes maakt. Ja, het gaat een gezellige ochtend worden. Wat zullen ze blij zijn dat ze Peter Derksen als BN'er hebben gekregen. En dan ben ik nog niet eens toegekomen aan Shanti in de sweatshop en het bommetje van Baghdad. Wat een goed idee, zo'n nationale voorleesweek. Ik weet zeker dat het die kinderen enorm gaat aanzetten tot lezen. Reken maar dat als ik met ze klaar ben, die hele klas toe is aan iets luchtigers. Ik durf te wedden dat ze diezelfde middag nog allemaal de krant zitten te lezen. De Nieuwsbv.